Hans Kazan, je bent Nederlands bekendste goochelaar. Zou je mij en de kinderen uit willen leggen hoe een goocheltrucje gaat? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja? Ja. Wow, echt waar? Ik ga je eerst laten zien. Ja? En daarna ga ik je uitleggen hoe het werkt. Oh, okay? Super vet! Ja, ja, ja. Let op. Heb ik iets voor meegenomen? In dit geval 2 speelkaarten. Dan moet je goed opletten. Ik maak ze even open. En dan zie je dat de 1 is een zwarte koning. Dat moet je even voorstellen. Zwarte koning. Piet. Ja, is, oh, zwarte piet. En dit is gewoon een witte kaart. Witte kaart. Waar niks op staat. Ja. Het kan elke kaart zijn, maar in dit geval een witte kaart. Ja. Nou, dan moet je goed opletten wat we nou gaan doen. Die witte kaart, deze dus, ja, leg ik op tafel. Zo. En het boek van Sinterklaas leggen we er zo bovenop. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Nou nemen we de zwarte piet. Ligt eronder, hè? Ligt eronder. Ja, de zwarte piet doe ik nu ook eronder. Leg ik zo onder het boek. Ja. Kijk, dus onder het boek liggen nu de witte en de zwarte piet. Ja. Ja, ja, ja? Oké. Ja, ja. Nou mag jij erin kiezen. Wat kies je? De zwarte piet of de witte piet? Ja, dat is logisch. De zwarte piet. De zwarte piet. Wat doe ik dan? Dan haal ik de witte piet even weg. Ja. De zwarte piet blijft onder het boek van Sinterklaas. Kijk, witte piet gaat zo in mijn zak. En nou let op. Als de witte piet in mijn zak zit, wat zit er dan onder het boek? De zwarte piet. Van de dan. Zwarte piet. Dat weet iedereen. Ik doe alleen maar allee, hap. En de zwarte piet verdwijnt in de flits. Want kijk, als ik nu het boek optil, ligt in één keer hier zo de witte piet. En dat is nog niet het enige wonder, want de zwarte piet is heel snel van onder het boek verdwenen. En die heeft zich verstopt, hier zo, kijk eens even, in mijn zak. Echt? Hoe doet hij het? Hoe doet hij het? Hoe doet hij het? Ja, dat willen we allemaal weten. Willen we het weten? Nu. Dat willen we weten. Ja. Wil je eerst nog een uurtje nadenken of nu? Nee, ik wil nu weten. Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Oké, een kwartiertje nadenken. Nee, nu. Okay, ja. Nou, dan zal ik het uitleggen. Het enige wat je nodig hebt is een boek. Nou, dat heeft iedereen met de hand. En 2 kaarten. Die witte kaart, dat kan natuurlijk ook een joker zijn of iets anders. Dat maakt niet uit. Nee. Die witte is een gewone kaart. Ja. Maar die zwarte kaart, dat is een truckaart. Want tegen de achterkant van die zwarte koning, kijk, als ik hem omdraai, heb ik nog een witte kaart geplakt. Dat zijn in feite 2 kaarten die zo met de ruggen tegen elkaar aan zijn geplakt. Oh ja. Ja, snap je dat? Die komt met een beetje lijm. Je neemt 1 zwarte kaart, 1 witte kaart of een joker. Plak je zo, boem, tegen elkaar. En dan heb je een kaart, zoals dat heet, met 2 beeldzijden. Ja. Nou kom. Nou gaan we het moeilijk maken. Dit is dus die normale witte kaart en de gekke dubbele zwarte kaart. Die hou ik zo vast. Nou laat ik eerst zien de achterkant. En dan ziet iedereen een normale achterkant. Ja. En zegt, kijk, ik heb hier 2 kaarten. Dan schuif ik ze van elkaar af. En dan pak ik de witte kaart en zeg, kijk, de witte kaart, die laat ik aan 2 kanten zien, zo, leg ik op tafel en het boek leg ik er bovenop. Ja. Dat is nog makkelijk. Ja, dat lukt. Nou komt de truc. Want nou zeg ik, de zwarte piet leg ik ook onder het boek. Dat doe ik wel, maar ik zal het boek even weglaten. Wat ik doe onder het boek is, ik leg hem neer, maar ik draai hem gelijk om en leg hem er bovenop. En dan zeg ik, de zwarte kaart, als dat ziet er dus zo uit. Zeg ik, kijk, ik de zwarte kaart leg ik eronder. In werkelijkheid heb ik hem omgedraaid. Ja, ja. Nou komt het. Nou ga jij, ga ik vragen, wat kies je? De zwarte piet of de witte piet? De zwarte piet. De zwarte piet. Wat je ook zegt, dat maakt niet uit. Oh. Ik pak altijd de bovenste kaart. Ik pak de bovenste kaart. En als jij zegt, de zwarte piet, dan zeg ik, oké, dan haal ik de witte piet weg en de zwarte piet blijft liggen. Ja. Ja? En dan zeg ik, kijk. Die witte piet, maar deze witte piet is eigenlijk de dubbele kaart. Ja, zie je dat? Ja. Kijk, ik haal die witte piet weg en ik stop hem in mijn zak. Als ik hem in mijn zak doe, dan draai ik hem stiekem om en dan is die al zwart. Dan zeg ik, als ik de witte piet in mijn zak heb, wat ligt daar? En dan zegt iedereen, de zwarte piet. Ja. Dan hoef je alleen nog maar in je handen te klappen, til je het boek op en laat je zien dat hier zogenaamd op een ongelofelijke manier terecht is gekomen. De witte. En dan haal je de vorige en dan zeg je, kijk, de zwarte piet heeft zich hier op de stok. Want hoe verzin je het? Hoe verzint hij het eigenlijk? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Het lijkt simpel, hè? Maar weet je wat het beste is, Piet? Nou. Om al die handelingen te leren is best wel moeilijk. Maar gelukkig staan we straks ook op een filmpje, geloof ik, op YouTube. Ja. Oké, okay, nou dan kun je het gewoon terugspoelen. Nog een keer terugspoelen. Kijken, nog een keer terugspoelen. En dan kun je leren ook thuis, Dan kun je het leren thuis. Dan maak je ook zo'n kaart. En dan kun je iedereen versteld laten staan met die ongelofelijke truc. Dat is leuk voor de papa's en mama's, maar voor de juffen en meesters. Dat ja, is leuk. Die kun je ook lekker gaan knutselen, hè? Papa's en mama's, juffen en meesters. Hans, superleuk. Okay. High five. High five. Yes. Doei. 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 Yo, kids. Vond je de video ook zo leuk? Geef nu een duimpje omhoog. Hier beneden. Of kinderen niet vergeten, abonneer op mijn kanaal.
klik op de onderste knop. Klik. Wil je meer zien? Hier een videootje. Kijken. En daar een videootje. Ja, gewoon klikken en kijken. Kids, veel kijkplezier. Doeg!